Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag over een half uurtje of zo op skivakantie. En ik ga jullie meenemen in de hele skivakantie. Maar ook in dat mijn tas gaan pakken. Dus dat gaan we nu doen. Oh, ik ben nog rood, want ik kom net terug van school. Ik had wiskunde toetsen, dus ik moest heel veel leren. En heb geen tijd gehad om mijn koffer te pakken. Dus dat gaan we samen doen. Ik heb op Insta gevraagd of jullie vragen voor me hebben. Dus om het iets leuker te maken ga ik die beantwoorden. En voor de rest gaan we gewoon mijn koffer inpakken. Ik kom echt net van de fiets, dus ik ben een beetje buiten adem. Ik zal laten zien wat ik heb gemaakt. Ik heb een soort van lijstje met allemaal dingen die ik mee wou. En die gaan we gewoon één voor één af. Ik heb al wel wat dingen erin zitten. Dat is dit. Een dekentje, een joggingbroek en twee pyjama's. Omdat dit is een beetje van de chill iets. Mijn koffer is trouwens echt niet bijzonder. Het is gewoon zo'n grijze koffer. En we gaan nu helemaal vullen. Ik heb mijn toilettas ook al gepakt. Ik zal even laten zien wat daar allemaal in zit. Voor mensen die het interessant vinden. Ik heb sowieso gewoon shampoo, conditioner, borstel, scheidingskam, scheermesje, tandpasta, tandenborstel, nachtcreme, dagcreme, vaseline voor mijn lippen, want het is koud daar. Ik heb nog allemaal haar elastiekjes en knipjes. En spul mijn make-up eraf te halen. En gewoon mijn skincare routine. Dat was wel ongeveer. Dus die gaat in de koffer. Ik zal ondertussen even een vraag erbij pakken. Ik lijk nu echt heel gehaast. Is ook wel zo. Want anders wordt mijn gezin boos dat ik te laat ben. De eerste vraag. Hoe was het toen je eerste BH ging kopen? Laten we dan gelijk mijn ondergoed gaan inpakken. Ook al weet ik niet waar ik dat heb neergelegd. Oké, mijn eerste BH. Mijn echte BH. Want mijn eerste zeg maar soort van topjes en zo had mijn moeder gewoon voor me gekocht. Maar eerst BH, wanneer ging die kopen? Oh ja, toen ging we echt helemaal professioneel bij de Hunkemuller. Terwijl daarna heb ik gewoon telkens mijn BH's bij de H&M gekocht. Want van de Hunkemuller had zeg maar een beugel en ik vond het echt niet fijn zitten. Ik vond het best wel grappig, maar ik vond het ook een beetje soort van overdreven. Het was meer gewoon die ervaring van oeh, ga naar de Hunkemuller. Maar het was niet heel bijzonder. Kijk, een BH is best wel normaal. En je mag ook gewoon over praten. En ik weet nog wel, op dat moment waren we toen in Arnhem. Dus dan kende ik daar niemand. En ik vond het wel raar om zeg maar in Ede gewoon de Hunkemuller binnen te lopen. Maar op zich, iedereen heeft toch borsten. Dus het is best wel normaal gewoon om een BH te kopen. En op een bepaalde leeftijd heb je dat gewoon nodig. En het is beter als je dan gaat kopen dan als je het niet koopt. Want dat is nog raarder. Ik vind dat op BH's het taboe niet heel groot is. Maar ik vind op strings dat er een groter taboe is. Want ik had echt zo'n gevoel van, toen ik zeg maar nog 12 was of zo, van oh, strings, dat dragen echt rare mensen of zo. Ik dacht, dat is echt raar als je dat doet. Maar het is echt heel normaal. En ik denk ook niet dat er een taboe op moet zijn. En gewoon de mensen uit mijn klas, zeg maar, in de kleedkamer, die hadden allemaal geen string. Maar op een gegeven moment vond ik het gewoon heel irritant dat je mijn onderbroekrandjes zag. Ik weet niet heel goed wat voor sokken je mee moet op skivakantie. Dus ik doe van alles wat. Maar terug naar de strings. Ik vond gewoon op een gegeven moment die onderbroekrandje heel irritant. En toen ging ik opzoeken van, ja, van die seamless onderbroek en zo. Maar je blijft het gewoon altijd zien. En toen dacht ik van, bij mij zat altijd het beeld omhoog van strings, dat zit echt niet lekker. En mensen die dat doen zijn een beetje raar en zo. Dat is wel heel naakt. Maar oprecht, strings vind ik lekkerder zitten dan normale onderbroeken. En het is echt doodnormaal. En dan kom je ook later nog wel achter. Maar ik vind dat daar op een grote taboe ligt dan op BH's. Tenminste, zo heb ik het persoonlijk ervaren. Ik neem voor de zekerheid ook even panties mee. Mocht ik het koud krijgen onder mijn skibroek. Ik heb mijn make-up in een apart tasje zitten. Ik zal ook even laten zien wat ik daarvan mee heb. Want vroeger past echt alles makkelijk in mijn toilettas. Maar die is tegenwoordig te klein geworden. Zo ziet het eruit. Ik heb gewoon een paar kwasten, highlighter, blush, bronzer, mascara, lipgloss, wimpkruller, eigenlijk een beetje dat. Ik denk niet dat ik tijdens het skiën zelf, trouwens ik ga op skivakantie, ik weet helemaal niet wat ik eigenlijk heb verteld allemaal. Maar ik ga naar Port d'Iselle in Frankrijk. Ik ga op de piste zelf geen make-up dragen denk ik, behalve als ik er gewoon behoefte aan heb. Of het leuk vindt. Maar misschien gaan we naar de après-ski. En dan wil ik wel make-up op. Op skivakantie draag je eigenlijk gewoon de hele dag je skibroek. Dus die gaat zeker mee. Ik neem de spijkerbroek die ik nu aan heb nog mee. En twee andere en een joggingbroek. En dan overleef ik het wel. Dan neem ik nog wat lange mouwen shirts mee. Gewoon van die zwarte. Ik heb niet echt thermokleding. Maar dit gebruik ik daarvoor een soort van. Voor in de auto ga ik deze tas meenemen. En daar doe ik dan eigenlijk
dingen in, zoals mijn camera, mijn laptop, mijn boeken, dat soort dingen. We gaan even een vraagje er weer bij pakken. Enig idee wat je later wil gaan doen? Nou, tuurlijk, iedereen heeft wel een beetje zo'n beeld, maar ik heb meer een beeld van wat ik niet wil dan dat ik wel wil. Ik wil niet gewoon zo'n standaard huisje, boompje, beestje. Maar wat ik wel wil, geen idee. Misschien iets zelf oprichten. Misschien vind ik een beroep dat ik echt helemaal geweldig vind. Ik weet het gewoon niet. Omdat ik ook niet zo goed weet hoe, zeg maar, het leven is als je echt fulltime werkt, weet je wel. Ik weet niet wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Het lijkt heel erg leuk om iets in het buitenland te gaan doen. Bijvoorbeeld voor een non-profit organisatie of zo. Of iets in die richting, maar wel precies, ik zou het echt niet weten. Mijn camera zelf, die neem ik uiteraard ook mee. Want ik ga gewoon mijn hele skivakantie ding filmen. Ik ga even mijn pasjeshouder pakken. Be right back. Als ik die heb, dan ben ik gewoon zeker dat ik alles heb eigenlijk. Even kijken wat we nog over hebben van het lijstje. Ik neem ook nog een zonnebril mee trouwens. En dan, als het goed is, is mijn koffer klaar. Ik neem mijn koptelefoon nog mee voor onderweg. En dan mag deze tas weer dicht. Ik zit echt na te denken of ik iets mis. Maar ik heb expres dat lijstje gemaakt zodat ik niks zou missen. Maar alsnog, ik ben echt vergeetachtig. Dus ik ben waarschijnlijk ook iets vergeten. Dus gelijk in het lijstje. Dat was een hele chaotische vlog. Zo voelt het ook een beetje in mijn hoofd. Maar ik denk dat ik wel alles heb. Ik zal nog even wat vragen beantwoorden. Want anders is het ook zo saai. Iemand vraagt of ik een crush heb. Nee, niet op het moment. In welk jaar van de middelbare zit je? De vierde. Op welk sport zit je? Op volleybal. Heb je een huisdier? En anders zou je een huisdier willen. We hebben twee hamsters. En volgens mij gaat mijn buurman ze eten geven. Want ik zag ze beneden staan. Dus ik denk dat mijn buurman ze eten geeft. Want dat hadden we ook toen bij de cavia's. Die twee hamsters zijn van mijn broertje en zusje. Dus ik bemoei me daar verder niet. Ze staan in hun kamers. Echt alles popt perfect. Mijn koffer zit echt mooi vol, maar niet propvol. Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien als we terugrijden. We rijden de reis in twee keer. Dus we gaan eerst naar Zwitserland en daarna gaan we door naar Frankrijk. We gaan eerst naar Baden-Baden of zo. En dus ja, ik ben vanavond nog niet. Want het is 10 uur rijden of zo. En het is 3 uur. En het eerste plek is 5 uur rijden. Dus het duurt nog wel even. Maar ik ben positief ingesteld voor de reis. Als gewoon mijn gezin een beetje gezellig doet en zo. Komt vast goed. We hebben lekker eten voor onderweg. En we gaan waarschijnlijk naar de Mac of zo. Ja, we gaan. Ja, dit is de stress voor ons bij de vakantie. Ik heb de ramen al dicht gedaan. Oh, we gaan. Oké. Mijn koffer was perfect dicht, papa. Mooi. Zeg me even, wat doe je tegen de vlog? Doei. Doeg. Oké. Ik zie jullie nog wel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. We started off Freddie and Daphne. So good that it felt like a chat to me. The girl in my dream like a fantasy. But we've been caught out in reality.